We gaan naar de vragenronde. Twee vragen op medium. Minister, wie heeft Lewin van de Waarde? Ja. Niet luider praten. Ja. Geluid is slecht. Nu wel, gaat u. Wie heeft de situatie als onveilig verklaard? Heeft u dat gedaan als minister in een brief? Of heeft de president dat geconstateerd? En een tweede vraag. In de grondwet is niet duidelijk opgeschreven wat verstaan wordt onder staatsveiligheid, dus welke gronden genoemd moeten worden onder staatsveiligheid. Dat is voor meer interpretatie vatbaar. Ja. Wat is natief uitgelegd wat onder staatsveiligheid valt? Is dat niet discutabel? Dankjewel. Ik ga gelijk reageren, hoor. U vraagt wie heeft vastgesteld dat de staatsveiligheid in gevaar is. Zo, dat vroeg u. De regering heeft dat gedaan. Die heeft vastgesteld, niet de president, niet de minister van Justitie. De minister van Justitie heeft zich afgevraagd vanwege wat ik constateerde of er niet iets mis is met de rechtsstaat. En geloof me, je moet veiligheid niet interpreteren als ik hoor geen bommen en granaten en schoten. Dus de zaak is veilig. Je hebt ook een abstract begrip veiligheid. Een staatsveiligheid. Veiligheid. Net zoals nationale veiligheid. Veiligheid is abstract en concreet. Concreet is de riots en die opstanden en er worden scenen gegooid en er wordt geschoten en weet ik wat er allemaal kan gebeuren. Is ook een vorm van onveiligheid. Het abstracte is dat met die staat iets is gebeurd. De staat is ook abstract. En staat wordt in stand gehouden door de verhouding tussen de trias politica en het respect dat die trias politica, die machten die daar zijn, voor elkaar hebben. Er is ook een checks of balance tussen ze. Ze controleren elkaar en daardoor blijven ze evenwicht. En wanneer dat verstoord is, en niet zomaar verstoord is hoor, ik neem aan dat u het met mij eens bent, zeer ernstig is, dat juist de bewaker van de rechtsstaat zoveel zaken in strijd met de grondwet heeft gedaan. Een zeer ernstige verstoring. En je komt daardoor op het gebied van rechtsonzekerheid. Ik zei u al, dit is een klimaat, hè. Pakt u dat alsjeblieft, dit is een klimaat. En je komt al op het gebied van rechtsonzekerheid, burgers die de rechter niet meer vertrouwen, ongehoorzaamheid aan vonnissen. Hoe vonnissen aan elkaar zetten, laat ze neerleggen. Onpartijdige behandeling hebben we niet eens genoemd. Maar dat is ook gebeurd. Enzovoorts. Dan kan je al zien, gecombineerd met wat je al merkt de afgelopen pak weg. Het is eigenlijk zwaarder verhoogd de afgelopen 6 maanden. Het begon al daarvoor. En het feit dat je doordat de grondwet, die moederwet, het is heel zwaar, die grondwet is zwaar, de wet is ook zwaar, maar die grondwet is echt zwaar, dat de grondwet zo vertrapt wordt, dan is de staat in gevaar. En dan valt het onder dat abstracte begrip staatsveiligheid. Dan is de staat in gevaar. Je moet echt niet denken aan schieten. Dat kan ook het gevolg zijn. En dat komt er ook achteraan. Als deze situatie zo doorgaat, geloof me, het kan een wortel zijn van burgeroorlog. En weet je waarom? Laten we realistisch zijn. Ik heb niet voor niemand al verwezen
naar de grootste politieke partij, niet van die mandaal. En ik wil eigenlijk niet herhalen wat mijn gedachten waren op dat moment. Maar ik denk dat je het kunt aanvullen. Als er zoveel onrechtvaardigheid is, dat artikel 8 toepasselijk is, op de voorzitter van gewoon zeggen, de voorzitter van een politieke partij, wat denk je dat die achterban van die politieke partij doet op den duur, als dat maar voortgaat? Dat moet je kunnen overzien. Ga je het niet vertalen als intimidatie, want ik ben al zo gewend dat de pers dingen verdraait. Daarom hoop ik echt dat jullie allemaal dat ding hebben opgenomen wat ik zeg. Weet je, sorry hoor, maar het is gewoon zo. En gelukkig niet voor iedereen, laat me dat direct zeggen. Laat me uitzonderingen direct maken. Gelukkig is niet de totale pers zo. Is er nog voldoende ethiek? Maar het geldt niet voor allemaal, dat moeten we ook eerlijk zijn. En dan ga je worden me intimideren, met kaars maar confrontatie. Maar je stelt die vraag, ik moet het uitleggen. Dat je het kan zien, wat kan komen. Als die imbalance, als die out of balance maar doorgaat. Nogmaals, het is dus de regering geweest. Het is niet duidelijk omschreven. En dat maakt hem multi-interpretabel. Toch? En dat geeft opdracht aan de regering. En dan wetgevende, mag u helaas niet verklappen wat daar is gebeurd, comité-generaal. Maar de regering heeft in ieder geval het besluit genomen om een aantal wetten in place te zetten die voor de rest van de tijd die we hebben in de samenleving, whatever hoe je het wil uitdrukken, deze dingen geregeld worden. 40 jaar lang is het niet geregeld. Er is niet eens geregeld hoe die verhoudingen zijn in een uitvoerende wet, op grond van de grondwet. Het eerste wat ik zei toen ik pas minister was, geloof 3 dagen minister, ik wil een wet hebben, vrij gauw, over de verhouding tussen de machten. Omdat ik als jurist, vooral als docent op de universiteit wetenschapper, al vrij vroeg inzicht had in wat er gebeurde. Snap je? Met die rechtsontwikkeling enzovoort. Ik daar ook voor. Dus het eerste wat ik zei, er moet een wet komen dat harmoniseert. Zo heb ik het genoemd. En ik hoop dat de actoren mij nu begrepen. En ik ga er nu voor, want dit is manifest voor het feit dat die wet er is. En dit is zo'n situatie dat de rechtelijke macht begint te hollen, uitvoerende macht ook misschien ook, wetgevende ook, moeten we niet meer hebben. Meneer, dank u wel. De raadsadviseur heeft een korte aanvulling. Een aanvulling op de vraag waarom dingen niet zo duidelijk beschreven zijn in onze grondwetten, in onze wetten, en daarom dat verschillende vormen van interpretatie mogelijk is. We moeten niet vergeten dat wanneer je langer dan 300 jaar een onderdeel geweest bent van een koloniale machtsstaat en je in een hele jonge ontwikkeling van het zoeken naar een weg, nauwelijks 40 jaar onafhankelijkheid, te zoeken naar het weg om een democratische rechtsstaat te kunnen worden en meenemende het erfenis van de samenstelling die we hier hebben als bevolking van verschillende culturele, etnische, religieuze achtergronden, dat de weg naar natievorming een heleboel meer tijd en begrip vraagt van burgers wanneer je een natie wil gaan worden. Wanneer we kijken buiten onze grenzen en de landen die nu naar ons kijken wat we aan het doen zijn, dan hebben ze gemiddeld tussen de 200 en sommigen zelfs 300 jaar nodig gehad om daar te zijn waar ze vandaag zijn. En we hebben een aantal facetten en stappen gezet reeds in dat traject waar we heel trots op mogen zijn. Dat we dat wat we als bindmiddel van elkaar moeten hebben vastgehouden, dat we dat niet tot conflicten hebben laten gebeuren. Dus je terugvertaling naar je grondwet, welke de inspiratie, de aspiratie, de beleving zou moeten weergeven wat wij willen, waar we naartoe zullen willen gaan als natie. Het is heel jong in tijd en proces. Dus vandaar dat je nu ziet wat
ons overkomt wanneer je interpretatie hebt van wetten, dat je altijd verschillen hebt. Grote landen als de Verenigde Staten, dus dat er constant gewerkt wordt met amendementen om een evenwicht te kunnen brengen met wat er in de maatschappij zich voordoet als ze zeggen, dit is geoorloofd, hier willen we zijn, daar willen we naartoe gaan. We zijn nog zeer jong en we gaan dit soort vraagstukken krijgen. En de kunst is om te zitten om te kijken hoe we er samen eruit komen. Duidelijk. Welk medium? Twee vragen voor het volgende medium, SCVS. Ja, dankjewel. Mijn naam is Roy Jongevat van de SCVS. Minister, u heeft net in uw pleidooi eigenlijk een brevet van onvermogen gegeven aan de rechterlijke macht en met name de krijgsraad. Die resolutie geeft het ook aan, want ze heeft de grondwet, ze hebben de grondwet vertrapt, zegt u. Moet ik dan de conclusie trekken dat de rechters in deze case partijdig zijn omdat ze per se een veroordeling willen hebben van meneer Boutersen? Want als u dat zo zegt, hier, wat er hier staat in de resolutie, dan moet ik een conclusie trekken dat als ik een zaak heb bij de rechter en de rechter mij niet leuk vindt, ik het risico loop dat ik word veroordeeld. Dus mijn vraag is er sprake van partijdigheid van rechters in deze case van meneer Boutersen? Of zegt u van, er is iets anders aan de hand? Want dan snap ik het verder niet. Dat is mijn vraag. Dank u wel. Kijk, als je zaken niet hebt onderzocht, dan ga je niet zulke zware conclusies trekken. Je kan een vermoeden hebben en mijn vermoeden is niet relevant. Het is mijn plicht ook om de samenleving objectief en rustig te informeren. Dat er iets aan de hand is, is duidelijk. De grondwet is vertrapt. Je moet je afvragen, kan een collectief aan drie rechters zo'n dwaling hebben? Bij één rechter kan je iets bij voorstellen, maar bij drie. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik weet alleen, deze uitspraak, en dat durf ik te stellen en te gillen van de daken, is fundamenteel fout, apert, onjuist. En die leidt tot zoveel dingen, omdat er niet één artikeltje van een wetje niet goed is toegepast, maar een heel systeem is in de steek gelaten. De grondwet, een aantal artikelen niet correct is toegepast. Ik wil geen waardeoordeel eraan geven. Een waardeoordeel eraan geven zou betekenen, één, op dit moment dat ik erg onverantwoordelijk ben als minister van Justitie en Politie om de samenleving te belagen met mijn vermoedens en mijn ideeën. Maar ik geef dat waardeoordeel als ik het zeker weet en kan aantonen. Even, ik moet het even ordelijk doen. Nee, u kunt niet op reageren. Toch? Ik heb de vraag gesteld. Dus ik stel voor, laat de volgende journalist even. Dan komt u straks de ruimte. Waarom trekt u de conclusie niet zelf iets flink? Doe uw analyse en trek het zelf. Ik wil u niet vermoeien met mijn persoonlijke conclusies. Wel, daarom is de resolutie dan. Oké, de volgende vraag. Ga je gang. Minister, goedemiddag, Bisham Chandralal. Minister, ik volhard om even verder in te gaan op de vraag van mijn collega daarnet. Ik begrijp uw positie. U heeft enkel voorbeelden aangehaald voor wat betreft wat zich heeft afgespeeld in bepaalde processen. Heeft één case aangehaald, ik ga niet erop in. Maar ik zou toch concrete vraag misschien anders willen formuleren, zonder dat u uzelf in een weerloze positie zou zetten of een vervelende positie. Heeft u de indruk dat de rechterlijke macht in deze kwestie waarin we zitten, het 8 december strafproces, bewust vervelende dingen heeft gedaan? 1. 2. Voor wat betreft dat deel van staatsveiligheid. Ik denk dat iedereen hier eigenlijk is gekomen voor dat aspect. We hebben gisteren ook met de president gesproken. Die laat even voorzichtig zeggen van, hey, er zijn ook landen, buitenlandse overheden en dergelijke. Er zijn voorbeelden van landen genoemd hier, zonder de naam zelf te noemen. Concreet,
wat is het staatsveiligheid aspect als het gaat om interne en externe machten en als het gaat om onrusten. U heeft al een beetje over verteld, maar verwacht de regering protesten met gewelddadigheden in geval dat strafproces doorgaat met een eventuele veroordeling of een strafeis? Laten we dit vast even beginnen met het laatste. Ik heb u aangegeven, niet alleen protest, gewelddadigheid en weet ik veel, de staatsveiligheid. Het is een onderdeel, het is een soort van gevaar. En de regering verwacht niets. Als het voor wij willen geen protesten, wij willen geen gevechten op de straat. Wij willen dat juist voorkomen. En we hebben daarom, op grond van wat we weten en de inzichten die we hebben gekregen, gehandeld om dat te voorkomen. Dat is één. Wanneer u zegt interne en externe machten, laten we maar, jullie doen alsof jullie vreemdelingen zijn in Jeruzalem. Vanaf 82 hebben we externe machten die letterlijk bemoeien met onze staatsveiligheid in dit land. Zoveel jaren? 34 jaar nog? Ja toch? Want ik kan niet rekenen. Jullie kunnen niet rekenen, hè? Hebben jullie dat door? Niet echt, we kunnen niet rekenen. 34 jaar bemoeit het buitenland met dit land. Hier in dit land. Wanneer Hooghart zijn dingen zegt over we zijn nog gekoloniseerd, lachen jullie een beetje en denken af die oude man. But he's right, he's damn right. Ik noem het anders. Ik zeg, we zijn onkel Tommy's. We kunnen toch onze eigen mening vormen. Waarom moeten we wachten om uit Nederland gedicteerd te worden? Is een feit. Externe macht, toch? Externe macht. Interne macht is wat je meemaakt. En dan wil ik dat niet koppelen aan per se externe macht. Er zijn er ook. Er zijn ook groepen die verbonden zijn aan die externe macht. En hun dingen bedenken. Ja toch? Nederland is zo ver gegaan. We zijn zo short van memorie. Om een binnenlandse oorlog te financieren. Waar er 400 mensen zijn dood gegaan. Waarvoor een nationale rouwdag vandaag is voor die mensen. Er zijn ook anderen dood gegaan. Ik ontken dat niet. Als we kijken naar doodgaan en mensenrechten schendingen, kijk naar het totaal. Waarom discrimineren? Die ene wel amnestie, die andere niet. Hallo, dat is het maatschappelijk vraagstuk waarmee we zitten. Laten we er op een hele rationele manier mee omgaan. En niet emotioneel. En je niet laten bespelen. Vooral niet door de voormalige kolonisator. Ik vind het jammer. Want ik zelf was bezig die relaties te herstellen. Op mijn niveau. Maar ik ben geen onkel Tommy. Wat zegt u? Ja, maar kunnen we geen vragen bij de microfoon stellen? Ik weet het niet of ze vertroebeld zijn. Ik merk het wel de komende week. Ik kan vragen die bij de microfoon gesteld worden. Anders gaan we de zaak wat regelen. Abendi. Dat heb ik niet beantwoord van de rechter gemaakt. Ik heb gezegd aan hem, ik heb het niet onderzocht. Ik heb mijn ideeën en ik mag als minister jullie niet vermoeien met mijn ideeën. Het zou onverantwoordelijk zijn. Ik wil ook niet zelf vermoeien met de vraag die je, mevrouw de minister. Mijn naam is Jean Pinas, Apendi Radio en TV. Nee, ik stel dit omdat u zo onomstotelijk vaststelt dat de rechterlijke macht in feite de grondwet vertrapt heeft. Wanneer u dit zo stelt, dan vraag ik me in gemoede af, bent u dan niet bezig als beschermer van de rechtsstaat, de rechterlijke macht?
op de een of andere wijze te kijken te zetten. U bespreekt de rechterlijke macht hier in het openbaar. Bezondig u zich dan niet aan de wet van we mogen de rechterlijke macht als we daar niet bespreken. Het is één. Meneer de rechterlijke macht. Ik ga niet u de vraag. Ja. Mijn tweede vraag is van als er niet gezondigd is tegen de rechtsstaat wanneer we merken dat de regering zich mengt in een rechtszaak, een rechtsproces, ja, dat nu in feite aan de gang is. Waarom moest artikel 149 van de grondwet worden toegepast om daarbij de procureur-generaal opdracht te geven om het rechtsproces dat nu aan de gang is, is het op te schorsen of te staken? Of zal het volledig gestaakt worden? Dus zou je ons even wat tekst en uitleg daarover kunnen geven? En ook een beetje dieper ingaan op een stuk van artikel 148 van onze grondwet. Dank u wel. Laat me u dit ervan zeggen. Ik wil juist de rechtelijke macht niet bespreken. Ik heb het vonnis besproken. Het vonnis is openbaar. En waarom mag ik het niet bespreken, een openbaar stuk? Dat zijn echt van die rare dingen wat ik me afvraag van, mijn God. Maar die rechtelijke macht mag wel in een artikel aangeven, wanneer de president uitkomt, dat ze niet zien van staatsveiligheid. Daarover stellen jullie geen vraag daar. Maar je komt dan hier. Er is gewoon geen... Laat me ophouden. Ik heb de rechtelijke macht niet besproken. Ik heb een vonnis besproken. De grondwet is vertrapt in dat vonnis. Punt uit. De feiten liggen daar. Dan moeten we dan een wetje maken. Dat vonnis in alle duisternis en geheimzinnigheid. Dat was dit verwijt correct. Ik heb een vonnis besproken. Het vonnis komt van de rechterlijke macht. Niet van de geest, niet van de assemblee, niet van mij. Ik ben klaar. Nee, ik ben nog niet klaar met hem. De regering mengt in menging 148. 148 is het instrument dat de grondwet aan de regering heeft gegeven om in te grijpen wanneer ze constateert dat er in het belang van de veiligheid iets moet gebeuren met de vervolging. Mag dat? En als u vindt dat dat inmenging is, schrap het. Sorry dat ik zo melig doe, maar het is de grondwet die het zegt. Ik heb het niet verzonnen. En er is in extenso voor gelezen. Alleen dat het begrepen kon worden hoe het kwam dat we naar 148 gaan. En als u niet eens bent dat we naar 148 zijn gegaan, stel dan die vraag die u moet stellen. Maar kom niet zeggen dat we hebben ingemengd als we een instrument hebben gebruikt om te voorkomen dat de grondwet verder vertrapt wordt. Duidelijk. Kom maar dat doen, give me that. De volgende vraag is voor Zardius Arjan. Minister, u gaat in Genève aan de Mensenrechtencommissie verklaren dat het 8 december geen hinder ondervindt. Geen wat? Geen hinder. Ja. Ondervindt. Is die mening hetzelfde? En wat vindt u van dat de zaak niet direct gestaakt is vandaag, terwijl dat met artikel 148 bedoeld was? Dat vindt u dan maar goed. 8 december, ik heb de UPR gezegd dat wij niet inmengen. En geloof me, inmengen betekent niet dat je geen recht kan maken van het instrument dat je aangeboden is door de grondwetgever om te doen wanneer iets zich voordoet dat in het belang van de staatsveiligheid is. Op weet ik veel hoeveel mei in Genève was deze situatie er niet. Anders had ik het zo ook uitgelegd. Ik ben geen onkel Tommy hoor. Ik ben niet bang voor witte mensen, ik ben niet bang voor Amerika, ik ben niet bang voor niemand. Ik zal het ze gewoon uitleggen wat er is gebeurd. En ik vind het geen inmenging, het is een instrument, zal me wat mooi zijn. Zij mogen de grondwet vertrappen, rechtsstaat in gevaar brengen. Allerlei dingen gebeuren en de overheid mag niet binnen recht en wet
binnen de grondwet handelen, is dat het oordeel wat je kreeg, dan is dat het. Het kan verdedigd worden. We hebben de resolutie, zal ook in alle kranten waarschijnlijk komen, ze in ieder geval in Times, we komen vandaag. U kunt het zelf nalezen. Laten we praten over de argumenten. Maar laten we de bevoegdheid van de regering niet in twijfel trekken, want dat zou bezorgd bij die prikkelbaarheid. De suggestie alsof we het niet mochten doen. De vraag is, laten we gaan praten over de argumenten. Dat is something else. Dat is een fundamentele discussie dan te twijfelen of te komen aan de authority van die uitvoerende macht. En u heeft het gehad over logisch, wat zei u weer? Dat is dat wat? Wat dat ding van de kruisraad vandaag? Kijk, wat er is gebeurd, ik heb nog niet de juiste rapportage gehad. En de juiste rapportage is natuurlijk dat je het verneemt van OM wat precies gebeurd is. Maar ik heb wel vernomen, en zoals het is gegaan, geloof ik, Chris had het gezegd, voor 5 juli nog, moeten de advocaten documenten, en 8 augustus moeten de advocaten ze uitlaten, geloof ik. Wat zegt u? Dat is het omgekeerd. Oké, voor mij is dat de normale gang van zaken. Advocaten zullen zich moeten procespartijen, zullen zich moeten uitlaten over documenten die men in een gerecht brengt. In een rechtszaak brengt. Dus voor mij is dat niet vreemd. Voor mij als jurist, ex-advocaat, vind ik dat normaal. Ik had ook niet verwacht dat ik vandaag te horen. Halleluja, het is gestopt of zo. Nee. Dit was verwachtbaar, omdat dat de normale gang van zaken is. Maar wat bevreemdt u eigenlijk? Nee, dus... We zullen zien toch? De vervolging is in ieder geval beëindigd. Dat is gezegd door de officier, door het OM. Dat wil zeggen, het OM heeft het bevel uitgevoerd. En de andere zelfstandige autoriteit heeft tot op dit moment, wat ik heb gehoord, gehandeld zoals het moest handelen. Hallo? Er zijn stukken ingebracht. Advocaten willen u er wat van zeggen. Ja, maar ik kan u niet zeggen. Ik heb die stukken niet. OM zorgt dat ze stukken krijgen voor 5 juli. 8 augustus gaan we kijken wat de advocaten zeggen. Zeg normaal. Oké, we gaan naar de... We moeten het wel afronden, want... Ja, er zijn andere afspraken. Ga die gang. Goedemiddag, Annelies Brinkman, ANP. Bedankt voor uw goede uitleg. Ik heb toch nog wel een vraag. Ook als ingezetene van dit land ben ik wel geschrokken van wat u zegt, dat er dus zoveel mis is met de rechterlijke macht en met de staatsveiligheid, of met de veiligheid. Maar wat ik niet zo goed snap is hoe u dat dan met het stopzetten van deze ene zaak dat fundamentele probleem wil oplossen. Ja, ik ben heel erg blij met die vraag. Dat geeft mij de mogelijkheid om aan te geven. Ik heb het al een beetje aangestipt toen ik het had over wetten die gaan moeten komen. Maar ik kan u verzekeren, ik voel me nog niet bevoegd daar om inhoudelijk in te gaan op een aantal dingen. Dus die fase is, en ik breng mijn president nooit in de verlegenheid. Maar ik kan u verzekeren dat dit tot het einde moet komen. Hoe? Daarmee zijn we nu bezig. Er zijn verschillen, ja. Er zijn verschillende methodes om die vrede en harmonie terug te brengen. Er zullen pijnlijke momenten zijn enzovoorts. Maar ik denk dat de uitvoerende macht verplicht is om door te gaan om die harmonie te brengen. En moet nog worden uitgedacht hoe enzovoort. Dat is één fase. Tweede is, wanneer we nu constateren dat het nu tijd wordt na 40 jaar om net als alle andere landen de uitvoerende wetten te hebben, zo noemen ze de organieke wetten, te hebben, zodat zaken die globaal in de grondwet staan, beter geregeld worden,
dan moet justitie dat oppakken, want dat is nou net iets dat op het bord van mij ligt. En geloof me, we gaan het doen. Als je goed kunt herinneren, wilde men in de tijd president Wijnenbos afzetten. Het kon niet, omdat er geen organieke wet is. Zoals je had met Clinton, toch, die impeachment. Je hebt, nee, dat is ook. Je hebt organieke wetten nodig om uit te voeren wat in die grondwet in zijn algemeenheid bepaald is. En nu is die grote job, en geloof me, ik ga hulp zoeken, fondsen zoeken, om dit grondig aan te pakken. Er moet iets duurzaams gebeuren binnen het staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk bestel. Oké, ik kan nog één vraag helaas, want ga je gang. Dank u wel, minister. Goedemiddag, Henry Leter, SRS. Ik heb u daarnet horen zeggen dus dat er gevolg is gegeven aan wat de regering heeft gezegd. Bent u tevreden? Is er gehandeld zoals dat is aangegeven door de regering? En de volgende vraag zou ook zijn, u hebt gesproken over de wetten. Binnen hoeveel tijd ziet u dat die wetten in place zijn, zodat de onsamenhangend, om dat woord te gebruiken, die discrepantie die er is, weggewerkt te hebben? Ziet u het nog in deze regeerperiode gebeuren? Dank u wel. Ik denk dat ik een minister ben van deze regeerperiode, toch? Dus het zal in deze regeerperiode moeten gebeuren. Dat is één, twee. Het gaat ook, moet je het op een bepaalde manier aanpakken. Je kan niet zomaar met organieke wetten komen en dat ding plakken op de samenleving. Je gaat de samenleving consulteren. Dus het is een bepaald proces. Ik ga het de komende tijd uitdenken voor de president en voor de rest van de regering. Dan gaan we erover praten. Is dit de beste aanpak? Waar gaan we nog hoop vinden? Wie gaat ons helpen? Hoeveel mag geld? En dan zijn we dat dingen worden geformuleerd en de discussie met de samenleving gaat komen. We zijn aan het einde liggen. Het was de laatste dag. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat u het geduld heeft opgebracht te luisteren naar de uitleg. Eigenlijk meer van wat staat in de resolutie, wat in de grond. En ik hoop echt van harte, u kunt heel goed met mij opschieten als u op een eerlijke manier met mij omgaat. Als u niet eerlijk met me omgaat, word ik kribbig en dan laat ik het ook direct merken. Dus ik hoop echt dat u mij goed verwoord. Daarover wil ik het hebben. En niet mijn woorden verdraaid en uw eigen conclusie verbinden aan mijn woorden. Dank u wel, mevrouw minister van Dijk-Silas. Dank u wel. Bedankt voor de minister aanwezigheid. En we wensen de aanwezige pers veel succes toe. We zijn dan gekomen aan het einde van de persconferentie op deze middag, belegd door minister Silas van Justitie en Politie. Aangezeten of ondersteund door de heer Lakin, de raadsadviseur van de president van de Republiek Suriname. De SRS heeft het voor u gebracht vanuit het perscentrum, live op deze middag. Wij groeten u en zeggen tot straks.